Hallo, goedemiddag allebei. Ik begin maar even bij de speler. Interessant dat ze jou hebben uitgenodigd voor de persconferentie voor de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Ja, dan mogen jullie zelf invullen of het interessant is. Heb je revanchegevoelens ten opzichte van vorig jaar? Nee, we weten allemaal wat er gebeurd is vorig jaar, maar goed, ja, revanchegevoelens. Ik denk dat we wel wat laten zien willen als team. En uiteindelijk, ja, vorig jaar ben ik de type geweest dat ik een rode kaart heb gepakt. Maar het is een jaar geleden. Ik bedoel, we zijn als team ontwikkeld, ik heb mezelf ontwikkeld. Dus ik denk dat we als team wat willen laten zien morgen. Want als je naar de kille cijfers kijkt van vorig jaar, waren zij toen veel beter. Waarom is dat nu anders? Nou ja, als je vorig jaar kijkt, verlies je daar 5-1 omdat we ook met 10 man komen te staan. Ik denk als je de statistieken van daarvoor pakt, dat wij heel goed bezig waren. Alleen die rode kaart verandert het. Maar wat ik zeg, we hebben ons team ontwikkeld, nieuw jongens, maar ook met op de oude voet verder gegaan, wat dingen verbeterd. En uiteindelijk willen we morgen laten zien waar we toe in staat zijn. Wat voor rol speelt vorige week nou morgenavond? Want dat was natuurlijk in alle opzichten een hoogtepunt in de clubgeschiedenis voor jullie. Ik kan me voorstellen dat je een deel van het goede gevoel mee wil nemen, maar ook niet te veel Tirolse wolk wil blijven zitten. Nee, tuurlijk. Afgelopen weekend heb je weer een wedstrijd gehad. Dus ja, we konden ook niet lang op een roze wolk blijven zitten. Maar je weet wat er vorige week is gebeurd. Maar ik denk dat je morgen dezelfde intensiteit op de mat moet gaan leggen. En dan gaan voetballen. En dan kunnen we morgen weer zien wat er gaat gebeuren. Oké, dankjewel. Ook goedemiddag. Flink wat kleine pijntjes dit weekend. Wat mensen gespaard ook hier en daar. Wie is er wel en wie is er niet beschikbaar? Daan die komt terug. Zoals het nu lijkt is het alleen Mika, Sadilek en Younes Taha. Dus alleen de lange blessures. Ja. Wat doe jij met die wedstrijd van vorige week richting je ploeg? Nou, ik denk dat we wel weer eenzelfde soort wedstrijd kunnen verwachten. Als je het hebt over kwaliteit. Ik vind Fenerbahçe, wat Juri net al aangaf, die heeft zich ook ontwikkeld. Hè. Vorig jaar steden we met ze beide in de Conference League voor een ticket in de Conference League. Nu zitten we in de Europa League. Hè. Dat is een stap hoger nog. Dus beide clubs en teams hebben zich ontwikkeld. Ja, en uiteindelijk probeer je de lijn van vorige week probeer je gewoon door te trekken. Dus dan heb je het weer over de manier van voetballen. Want daar hebben we invloed op. Maar toen waren jullie natuurlijk wel een beetje klein duimpje op bezoek bij het hele grote Manchester United. Nu wordt er anders gekeken. Sorry? Nu wordt er wel anders gekeken. Ja, nou ja, goed, uiteindelijk dat is toch ook mooi dat men neerkijkt op ons en dat we een klein duimpje zijn. Dat haal je ook een bepaalde gevoel uit van we laten het even zien. Maar nogmaals, we hebben het vorige week goed gedaan en we willen die lijn gewoon doortrekken. En ik denk dat we dat weer kunnen doen. Wat zijn de kansen voor Twente? Waar liggen die en wat zijn de gevaren van Fenerbahçe? Ja, Fenerbahçe is, het is een fysieke ploeg. Hè. Ze hebben natuurlijk een trainer-coach die weet wat er gevraagd wordt op een bepaald level. Hè, een bepaalde wedstrijd. Dus dat is wel heel erg mooi. Dat kun je zeggen, ja. Ja, nee, ik vind het mooi. Want hij is natuurlijk wel een toptrainer. En uiteindelijk hij kan zijn teams ook zo laten spelen. Want ik vind dat ze defensief... het wordt een mannelijke duel. Hè. Dus het zijn vaak man-op-man gevechten. Daar zit ook een bepaalde lef in. Ja, en ik vind wel dat ze aan de voorkant ook wel creativiteit en snelheid hebben. Dus met spelers die dus behoorlijk snel zijn. Maar ook met name natuurlijk ook doelgericht zijn. En daar moeten we wel verdacht zijn. Ja, en weet je, we spelen thuis. En we willen graag die lijn ook thuis. Vorig jaar hebben we het ook tegen hun prima gedaan. Weliswaar wel verloren. Zo'n soort wedstrijd kun je wel weer verwachten, denk ik. Want vorige week was het speciale dat het misschien wel, of niet misschien wel, dat het een van de grootste clubs ter wereld was waar je tegen speelde. Is deze week het speciale randje toch wel dat Mourinho daar de trainer is? Nou, ik vind Fenerbahçe is wel ook een grote club, hè? Jawel, maar toch anders dan United. Maar ook Mourinho natuurlijk. Dat geeft toch een bepaalde iets extra's. Want dat is ook wel een topmanager van de wereld, hè? Zo simpel is het. En hij maakt het niet uit, hè? Of die mooi speelt of lelijk. Nee, hij is realistisch, toch? Dat willen wij ook zijn, natuurlijk. Alleen, dan heb ik gezegd, weet je, het is een mooie uitdaging. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Ik begin ook bij jou, Juri. Wat dacht jij toen Fenerbahçe uit de loting kwam? Mooie tegenstander. Niet aan vorig jaar? Nee, schoot niet als eerste naar binnen. Ja, ik bedoel... Het is gebeurd, moet ik erin blijven hangen? Nee. Nee, je had het net over revanche gevoelens. Heb je die dan nog
op het veld of ben je het dan helemaal kwijt? Nee, op het veld denk ik niet zozeer aan andere dingen dan waar ik aan moet denken op het veld. Ik ga niet met revanchegevoelens in het veld. Ja, ik moet gewoon mijn doelen, mijn taak uitvoeren. En ja, ik ga niet met extra revanchegevoelens een duel in of zo. Wat is het verschil tussen de Jurie Regeer van toen en van nu? Ja, ik ontwikkel me ook als speler, als mens naast het veld. En ja, ik denk dat dat sinds de voorbereiding is gestart te zien is. En, ja, ik denk dat ik een stuk fitter ben dan vorig jaar. En dat is ook te zien. Ook slimmer? Zou zo'n rode kaartje nu nog kunnen overkomen? Ja, weet ik niet. Vorig jaar is het me ook niet verder overkomen. Dus ja, of het nu zou overkomen. Maar uiteindelijk ontwikkel je als speler ook op het veld. Dus ben je misschien ook iets slimmer in situaties. We waren bij de training vanochtend. De sfeer was zeer goed. Er stond muziek aan bij de warming-up, werd gedanst. Is dat iets nieuws, die muziek trouwens, bij de warming-up? Nee, we hebben vaak wel muziekje op bij de warming-up. Dus dat is voor ons redelijk normaal. Wie kiest welke muziek er wordt gespeeld? Ja, er zijn geen telefoons op het veld, dus maar één iemand met telefoon. Dus dat is Colin de Graaf. Ja. Krijgt hij wel eens kritiek? Nee, vrij goede muzieksmaak. Ja, wat merk jij van de goede sfeer? Ja, iedereen, de sfeer is eigenlijk al altijd goed geweest. Ja, natuurlijk in de beginperiode wat punten laten liggen, dan merk je dat misschien heel even. Maar uiteindelijk is de sfeer denk ik altijd hetzelfde gebleven, positief. We wisten wat er beter moest. En ja, we zijn op die voet verder gegaan. Dankjewel. Jozef, Arne Slot die zei ooit in een persconferentie dat hij liever naar Manchester City keek dan naar het Roma van José Mourinho. Ben jij extra voorzichtig vandaag om een eventuele confrontatie met de Special One na de wedstrijd te voorkomen? Zo, dat is een vraag. Ja, ik kijk naar alle voetbal. Want ik denk dat je van alle wedstrijden wel wat kunt leren. En op, ja, ik kijk naar alle voetbal en mij maakt het niet zoveel uit. Tuurlijk is het mooi dat je naar attractief voetbal kijkt. Maar ik denk dat je overal wat van kan leren. En ik ben niet zo bang. Ik ben niet zo, ik kijk ook niet zo naar mensen, weet je. Uiteindelijk, ik heb er respect voor wat Mourinho altijd met zijn teams doet. En ja, en van de rest geef ik morgen hem een hand en heet ik hem welkom. Dus als ik je vraag, Fenerbahce of Manchester City, allebei leuk? Ja, ik ben een voetballiefhebber. En daar zit defensief zit er iets in wat ik mooi vind, of offensief. Ik kijk graag naar voetbal. Vorig seizoen was het verschil, zeker qua uitslag, uiteindelijk vrij groot. Heb je het gevoel dat jullie dichterbij Fenerbahce zijn gekomen? Ja, dat denk ik wel. Wat heb ik gezegd, weet je, ik vind dat wij ons enorm goed hebben ontwikkeld. Vorig seizoen al, hè. We zijn natuurlijk niet voor niks derde geworden. En uiteindelijk, dat wil je ook gewoon laten zien in Europa. Weet je, we willen gewoon, op drie competities willen we graag meedoen. In Europa, in de Nederlandse competitie en in de beker. En ik denk dat we daar een stap in hebben gemaakt. Want nogmaals, we hebben wapens. We zijn veelzijdig. Nou, er zit ook iemand naast mij die zowel op de backpositie kan spelen in het moderne voetbal, ook op het middenveld. Maakt voor ons niet zoveel uit. Ik denk dat wij ons hebben ontwikkeld in de manier van hoe wij graag willen voetballen. Hoe fijn is het dat dit een thuiswedstrijd is? En hoe kijk je naar de sfeer in het stadion de afgelopen wedstrijden? Ja, natuurlijk is het prettig om hier te voetballen. Maar dat is al vanaf daarheen zo, weet je. We hebben een geweldig publiek, een geweldig grasmat. Dus het is toch mooi dat je in je eigen omgeving met de steun van het publiek, dat je tegen iedere tegenstander dat je gewoon kans maakt hoe goed ze ook zijn. Ja, en de sfeer de afgelopen wedstrijden, zijn ook geluiden dat die wat minder zou zijn? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vorige week wel genoten in Manchester van het publiek. Dat was een goede connectie tussen mijn spelers en het publiek. En ja, afgelopen zondag was het wat minder. Maar goed, dat is ook een bepaalde connectie wat je moet hebben. Wij waren zondag ook niet zo goed. Het ligt ook aan jullie of het publiek in vorm is. Ja, natuurlijk. Het is een wisselwerking. Weet je. Het is een connectie wat ik al zei. Weet je. En nogmaals, ik ben ook niet alle dagen goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ook niet trouwens. Nee. Jurie, je sprak net over een ontwikkeling die je doormaakt. En daar zei je ook bij, ik ben een stukje fitter geworden. Is dat de belangrijkste winst? Ook. Onder andere. Wat heb je daarvoor gedaan?
Ik ben met de voedingsdiëtist aan de slag gegaan. Ik heb natuurlijk dingen aangepast in de gymtraining. En uiteindelijk ja, gaat het ook om de inhoud die ik in de zomer heb gekweekt. En ja, dat zijn de drie belangrijkste redenen. Want vorig jaar ja, voetbalde ik niet altijd 90 minuten. Nu ben je de man met de meeste minuten de laatste weken. Als je ook nog kijkt naar die duels met Jong Oranje. Verbaas je jezelf ook dat je dit aan kunt? Nee. Jij wist dat dit erin zat? Ja. Wist de technische staf dat ook al, trainer? Want je had Jong Oranje nodig om hem op het middenveld neer te zetten. Nee, dat is niet waar. Oh. Dat is niet waar, maar goed, dat is jouw mening. Maar goed, uiteindelijk, dit is niet waar. Maar tuurlijk, ik spreek iedere dag met mijn spelers. Dus we hebben, ook met Jury hebben we bepaalde afspraken gemaakt met elkaar. En, nee, ik zeg, hij is veelzijdig. Hij is een moderne speler. En wij zijn heel erg blij met hem. Toch zagen jullie hem deze zomer wel in eerste instantie als rechtsback. Jazeker. We hebben ook samen hebben dat besproken met elkaar. Van, weet je, hebben het over bepaalde ambitie. Hè, van het Nederlands elftal, de volgende stap. Welke club zou je naartoe willen, enzovoort, enzovoort. En dan pel je hem helemaal af tot aan nu, in dit geval, bij, dat we bij Twente zitten. Ja, en we hebben ook ingezet natuurlijk op de backpositie. Want ja, de backpositie er zijn ook vaak... De posities die dus ook veelzijdig zijn, wie aan de binnenkant kunnen spelen op middenveld, wie hoger aan de zijkant kunnen spelen als een verkapte buitenspeler. Dus uiteindelijk daar ben je mee in, ja, ga je met elkaar in gesprek en uiteindelijk ga je dat proberen. Ja, en uiteindelijk gedurende het proces in de voorbereiding, ja, is het, voelt u zich toch wat prettiger in de as, hè, op het middenveld. En ja, zo is dat gegaan en ja, ik denk dat dat goed is. Ik denk dat je uiteindelijk ook als speler moet je ook dingen ervaren in wedstrijden. Want dan leer je. Het is nog een jonge speler. Het is nog geen afgerond product. Nog geen afgerond product. Maar ben je meer middenvelder dan verdediger, Jury? Ja, ik ben veelzijdig. Maar waar voel je het meest prettig? Ik kan uit beide posities uit de voeten. Ja, ik weet dat je dit antwoord niet wil horen. Maar ik kan op beide posities uit de voeten. Dus... voor mij is het allebei geen probleem. Trainer, je doet nooit geheimzinnig over de opstelling. Nee. Dezelfde elf als vorige week in Manchester. Die kans is groot. Dus iedereen is ook helemaal fit om 90 minuten te maken. Bijvoorbeeld een Mees Hilgers die eventjes... uiteindelijk die kans is groot. Ik weet je, soms moet een training zoals vandaag... ik ga zo meteen weer terug naar... naar Hengelo en dan praat ik nog met mijn medische staf. Dus maar zoals het nu lijkt is iedereen binnenboord. Ik wil nog één vraag stellen, trainer. Want vorig jaar was je best zelfkritisch na Fenerbahce. Toen ging je met 5 verdedigers. En thuis was je eigenlijk vol lof over het lef wat jullie tonen. Is dat dus ook wat we morgen mogen verwachten? Dat jullie net als vorige week gewoon zelfvertrouwen uitstralen en naar voren gaan? Ja, dat verwachten we wel. Dat geef ik mijn jongens ook wel mee. Kijk, weet je, vorig jaar zat je natuurlijk ook nog verkapt in de voorbereiding. En uiteindelijk door die rode kaart moet je soms ook dingen proberen. Maar goed, nogmaals, dat heb ik en dat heb ik al verteld. Het was niet handig voor mij om met 5 achterop te gaan. En uiteindelijk werd dat gezien. En dan kun je ook zien dat je tegen een topploeg speelt en die ruiken dan iets. En die killen dan ook meteen zo'n wedstrijd. Dus dat hebben we van geleerd. Ook ik. En ik wil morgen graag weer dezelfde instelling zien als tegen Manchester United, maar ook tegen NAC. Want uiteindelijk ook NAC was een lastige ploeg, maar daarin hebben we ook een bepaalde karakter getoond. En dat wil ik graag morgen ook weer zien. Succes beiden. Dankjewel. Dankjewel. Jury, Fenerbahce heeft ook een bulk aan hele grote namen. Tadic, Szymanski, Enesiri, Dzeko, noem allemaal maar op. Bent het al een beetje of blijft dat toch bijzonder om tegen dit kaliber spelers te gaan spelen? Het is altijd mooi om tegen grote namen te voetballen. Maar wennen zal het wennen. Maar het zijn mooie namen om tegen te voetballen. En het zijn ook geen robots, het zijn mensen. Dus net zoals ons. Jozef Mourinho, hoe hij zich presenteert, een special one, confrontatie zoeken met collega's. Lijkt me ook dat het ook best ver van jou afstaat. Hoe kijk jij naar zo iemand, naar zo'n trainer?
Ja, dan heb ik gezegd, weet je, ik heb respect voor wat hij allemaal heeft gedaan en nog steeds doet, weet je. Het is wel een bepaalde karakter en ik vind het wel mooi, weet je, hoe hij zich gedraagt. En hij is wel één met zijn jongens, in dit geval ook één met het elftal. Hij kan zijn teams laten spelen zoals hij denkt dat hij moet spelen. Dus hij kijkt ook absoluut naar de kwaliteiten van zijn groep. Dus ja, aan de andere kant is hij wie hij is en dat vind ik prima. Jullie hebben natuurlijk heel veel indruk gemaakt in Manchester. Hij zal misschien ook met andere ogen nu naar FC Twente kijken dan misschien toen de loting bekend werd. Dat weet ik niet. Ik denk het niet namelijk, want ik denk dat ook hij wil ze zo goed mogelijk voorbereiden op de Europa League. Ik denk dat hij ook op twee of drie competities mee wil doen. Dus ik denk dat hij zich absoluut wel voorbereidt op FC Twente. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Succes morgen.